Frans van Dijnsen is voor het amateurvoetbalgala genomineerd in de categorie beste trainer. Donderdagavond gaf hij een speciale carnavalstraining aan zijn kampioensteam, het eerste van VV Nifrik, omdat dit de laatste training van het seizoen was. Het is trouwens niet de eerste keer dat Frans is genomineerd. Het is de tweede keer dat ik genomineerd ben. De eerste keer was het eerste jaar Nifrik. Toen promoveerden we, want we promoveerden de twee clubs en wij werden tweede. Maar dit jaar is natuurlijk heel mooi, want dan word je kampioen. Dat had niemand verwacht na 55 jaar. En ik moet zeggen, met dank aan de jongens natuurlijk die achter mij aan het lopen zijn. Ik train nu 25 jaar. Ik ben met mijn 33e trainingsvak ingedoken. Toen stopte ik met voetballen. En ja, dat is al 25 jaar alweer. Maar ik zit niet zo in elkaar dat ze dan alles naar mij wijzen. Ik hou me eigenlijk liever op de achtergrond en laat mij mijn werk maar doen. En als er gehonoreerd wordt met een nominatie, vind ik dat natuurlijk wel leuk en fijn. Denkt Frans dat hij kans maakt om de titel voor beste trainer te winnen? Ja, het gaat procentueel gezien naar de stemmen die je krijgt. En wij hebben hier maar 400 inwoners. Dan zou ik wel een aantal stemmen uit Wijchen krijgen. Maar ja, bij andere verenigingen wordt het natuurlijk heel moeilijk. Ook het elftal van Frans is genomineerd, maar dan in de categorie beste sportploeg. Frans weet wel waarom zijn team deze nominatie heeft gekregen. We stonden 7 punten achter met de winterstop op Dioza. En we hebben na de winterstop 11 wedstrijden gewonnen. 1 verloren en 1 gelijk. Er zijn 5 spelers van de Woezek bijgekomen aan 1. Die dachten in het begin van, we hebben derde divisie gespeeld. Nou, dit is een eitje de vijfde klas. Ja, dus niet hè. Want je moet meer bewegen, je moet omschakelen, het is iets harder. Ja, dat hebben ze na de winterstop wel goed gedaan, moet ik zeggen. En waarom denken de spelers dat hun trainer is genomineerd? Ja, meerdere redenen denk ik. Hij heeft met een hele ruime selectie, niet de beste selectie van de hele competitie, ja, is hij toch kampioen geworden. Frans is gewoon een goede trainer, motiveert elke training iedereen. Ja, Frans is een goede trainer, is een goede motivator. Goed gevoetbald. Ja, en nou voor het eerst is 55 jaar kampioen. Dus ja, dan verdient hij het ook gewoon om genomineerd te zijn. Omdat hij hier de afgelopen 3 jaar hele goede resultaten heeft gehaald. En ja, 1 keer gepromoveerd en 1 keer kampioen geworden. Dat is wel genoeg, denk ik. Het was toch eigenlijk wel een goed jaar, alleen wel degradatie en kampioenschap. Dus dan doe je het heel goed als trainer, denk ik. Hij is 1 keer gepromoveerd, vervolgens gedegradeerd en nu zijn we kampioen geworden. Ja, ik vind het nog steeds leuk. En zolang ik het leuk vind, ik ga volgend jaar naar Unitas Warmel. Zolang ik het leuk vind, dan blijf ik het doen. En als de gezondheid toelaat natuurlijk.